Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Hou eens op jij. Hij luistert gewoon niet, hè? Hij luistert gewoon echt niet, hè? Niels is werken. Ik heb vanochtend Liam naar schooltje gebracht. Daarna gelijk naar de winkel geweest. En Jordi... pas gedruppeld toen we weer terugkwamen. Omdat dan we niet meer naar buiten hoeven. Dus er komt ook niet zomaar kou op de oren natuurlijk. Ze hebben al fruitje gehad. Dus dat doen we goed. Jordi wilde wel wat fruit zelf eten. Dus toppie. En ja, dat is het wel eigenlijk. Ik ga zo dadelijk even een boterhammetje eten. En dan ga ik even zelf uploaden. Ik denk dan kan ik dat tegelijkertijd even doen. En dan weet ik zeker dat ik niet te laat ben. Iemand wilde hier niet slapen. Dus nu ligt hij maar lekker op de bank te slapen. Nielsje is weer wat later vandaag. En de kindjes moeten natuurlijk eten. Maar op dit moment krijg ik maar op één manier eten bij Jordi binnen. Dus dit moet ik bij elke hoop doen. Drie. Ja, hij eet. Dus ja. Ik heb gekkere capriolen uit moeten halen voor hem. Sam en Liam die liggen al op bed. Liam die ligt nog wakker. En Jordi is ook nog wakker. Jordi lag al in bed. Maar die was niet zo blij dat hij in bed lag. En aangezien hij niet zo lekker is. En papa is naar cursus toe. Heeft mama zoiets van, kom maar lekker bij mama dan. Ja. Hij heeft nog steeds heel veel last overal van. Maar overleven we, hè, jongeman. Wee! 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 Ik zorg voor veiligheid in de stad. Goedemorgen. Je hoeft niet boos te doen, hoor. Het staat er toch. Sammy die heeft fruitje. Jordi heeft ook een fruitje gehad net. Een potje. Want Jordi wil momenteel niet normaal eten. En dat krijg ik naar binnen. Dus dan moet ik eieren voor mijn geld kiezen. Dat dus. Ja. Liam is naar school. Die heb ik naar school gebracht. Om 7:55 had Jordi zoiets van, laat ik nog even de boel onder kitsen. Dus Liam is te laat op school gekomen. Ik ga ook even wat minder vloggen. Ik denk dat ik nou een week vlog ga maken, want het lukt me gewoon even niet. Dit doet me dan weer goed, hè? Samen zitten. Maakt mijn dag dan wel weer goed. En ik heb Jordi weer wat extra vocht binnengekregen, dus daar is mama ook content mee. Nou, we hebben Liam opgehaald. Dat was niet zonder slag of stoot, kan ik je melden. 10 minuten of zo voordat we Liam op gingen halen, ging Jordi helemaal uit zijn plaat. Ik weet ook waarom, want hij was moe. En ja. Dus het kind moest ik wakker houden. En toen zijn we op een gegeven moment naar Liam zijn schooltje gelopen. Hebben Liam opgehaald, croissantje gegeven, et cetera. Onderweg naar huis is Jordi in slaap gevallen. Die heb ik dus ontdaan van zijn jas en van zijn broek, et cetera, en in bed gelegd. Liam en Sam heb ik een flesje gegeven en alles. En die heb ik nu op bed liggen. Liam wil nog niet slapen, maar lekker in zijn eigen wereldje even zitten. En dat mag ook, want hij wil heel graag naar zijn kamer toe altijd. Dus dat laat ik ook gewoon eventjes gebeuren. Mocht het nou dadelijk zo zijn dat hij aangeeft dat hij toch van zijn kamer af wil, dan kom ik hem halen. Joef, ga nou eens weg. Die hond die wil ook de hele tijd aandacht. Want die merkt ook aan mij dat ik een beetje klaar met alles ben. Ik heb nu eventjes 2 broodjes die ik aan het afbakken ben. En dan ga ik even eten. En dan kijk ik wel hoe en wat we gaan doen. Want
ik ben er even zo klaar mee. Maar ja, dat is op zich ook wel te begrijpen, denk ik, na zoveel tijd ziek zijn. Hij wil niet slapen. Maar hij is wel heel moe, want hij wil bij mama knuffelen. Knappe vent, hè? Inmiddels is Niels thuis en hebben we zover gegeten. Jordi eet nou heel goed, dus dat is alleen maar goed. Liam en Sam zijn ook lekker aan het eten, maar ja, het is natuurlijk ook dierendag vandaag. En eigenlijk is het voor Joef altijd dierendag. Die wordt zo verwend hier door de kinderen, dus ik heb niet heel veel extra's gedaan, maar ik had nog dat taartjes over. Dus die gaat ze wel lekker krijgen. Dus ja, mag ze toch iets verwend worden. Een hele goede morgen. Nou, de diesel is op gang aan het komen. En ik ga mijn schoenen aandoen en de kinderen aankleden. En dan gaan we Sammy naar school brengen. En ja, we moeten ook even naar de winkel. Dus dat is wat we gaan doen. Het is hoor. Klaar om Sammy naar school te brengen. Ja, Sam, hè? Ja, niet. Nadat we Sam hebben weggebracht, zijn we naar de winkel geweest en dan hebben we fruitje gegeten. Liam zit lekker Tabby te kijken. Jordi zit lekker zijn eigen ding te doen. En ik ben ondertussen gewoon van alles aan het doen. Iets wat ook moet gebeuren was dat ze omgaan. Gisteravond heb ik de boel hier allemaal beneden gepoetst. Toch zeg je wel, heel die testbende. En ja, dat dus. Moeten we nog even dit doen. Die had ik ook eruit gehaald en in de vaatwasser gestopt. Dus ja, van alles te doen. Dus ja. Een nadeel bij mij altijd is als de kinderen ziek is. Dan word ik zelf ook een soort van aangetast. En dan krijg ik allemaal van die lekkere aftes in mijn mond. Dus alles wat ik nu eet of wat dan ook, heb ik van last van die aftes. En die zitten allemaal zo in mijn gehemelte. En dat doet gewoon pijn. Maar ja, hè, we overleven het. We kunnen het aan. Dus dat komt goed. Een soort van rust hier. Ik heb gedoucht met de kinderen. Dus ik ben ook weer lekker schoon. Niels is even naar een vriend toe. Liam is aan het spelen op zijn kamer. Die hoor ik dus op de babyfoon. En ik hoor hier. Ik hoor Jordi. Die is nog wakker. Maar dat is niet erg. Zolang ze lekker in hun bed liggen en niks doen, is dat prima. Dat betekent dat mama ook gewoon even kan gaan zitten. Want ik heb alles opgeruimd en gedaan. Dus ik heb gewoon even rust. Vind ik ook wel even een keer lekker. Dan wil ik straks eventjes lekker self-care gaan doen. Mijn gezicht even doen, mijn wenkbrauwen. Dat wil ik even gaan doen. Dus ja, ik ga gewoon even Mandy-tijd hebben. Mag ook wel een keer. Een hele goede morgen. Ziet er weer heel schattig uit. Ja. Niels die is Liam naar schooltje brengen. Aangezien Jordi nog steeds thuis is. Maar ik ga Jordi niet weg, maar Liam. En die ga ik straks om 12 uur weer ophalen. Maar dat betekent wel dat wij vanochtend heel even een soort van pyjama ochtendje hebben. Tot na het fruit. Dan kleed iedereen aan. En ja. Even lekker relaxen. Dan kleed ik mezelf ook aan. Want ik zit ook nog steeds in mijn pyjama. Nog steeds. Ik zit in mijn pyjama. Dus ja. Dat is de bedoeling. Gewoon even
rustig aan doen. Ik hoef ook niet naar de winkel. Want we eten straks frietjes. Dus ja. Heb ik allemaal geregeld. Dus ik hoef daarvoor niet naar de winkel. Ik ga je toe. Koekoek. Nee, we gaan niet naar de camera toe. Ja. Wee. Over de mensen die denken, wat hoor ik toch? Ik zit naast jullie aan een bot te knagen. Auw. Dat was een knie in mijn gezicht, jongen. Dat is niet de bedoeling. Maar knuffelen zo. Wee! Tata! Ja. Ja, mama. Ik ben net zo'n pop uit China. Tik-tok. Ach, daar komt Amber aan nog. Wee, hallo. Mijn doen. Wat ben je aan doen? Ja. Ben jij dat, Jordi? Ja. Er komt een andere rat aan. Och, jong, toch abo. Die jammeke wil weer eens niet slapen. En die zit dus hier bij mij beneden. Sam en Jordi die slapen. Ik heb vooral rustig aan gedaan vandaag. En tijd een beetje voor mezelf gepakt. Of ja, voor mezelf. Meer tijd met de kindjes. Dat, zeg maar, dat is wat ik meer heb gedaan. Ja, ik ben gewoon heel erg moe van de afgelopen tijd. De kindjes die ziek zijn, et cetera. Dus ja. Maar ja, dat komt goed. Uiteindelijk. Ik heb gisteravond heb ik ook nog video afgemaakt met Niels. Want ik heb met Niels heb ik... ja, hoe moet ik dat zeggen? Drankjes geprobeerd. En dan drankjes in de zin van gezonde drankjes. Maar ja, die komt als het goed is deze week live. Ik zat te denken om die woensdag of zo te uploaden. Dus ja, dat. Die is al geëdit en klaar, dus die hoef ik alleen maar te uploaden. Dat wou ik dan ook gelijk doen als ik deze vlog en alles upload. Dus dat. En...
Ja, Niels is vanavond laat, dus we eten straks frietjes. Dus ik hoef niet te koken. Toppie! Of ja, koken. Echt waar je aanzetten is ook... hè. Dus dat is wat mijn bedoeling is. Waarom heb je dit nou... Wat heb je... Huh? Oh, dat is jouw chipbakje. Ja, het chipje schat. Moet je ook nog fruitje? Want Liam heeft altijd honger als hij van school terugkomt. Dus Jordi wil zijn fruitjes niet. Dus daarom vraag ik even of Liam dat wil. Wil je fruitjes? Je hoeft weg. Wil je fruitjes? Er zitten lekkere fruitjes bij. Is ze lekker? Ja, happen. Ja, heel lekker. Dan zitten framboosjes in. Die vind jij ook super lekker. Mmm, lekker hè. Joep, ga weg. Lopen. Lekker hè, framboosjes. Die pikt hij er al eerst uit, want die vindt hij het allerlekkerst. Ik vind het namelijk zonde om dit weg te gaan doen. Dus ik had het terug in de koelkast gezet, zodat als hij wilde dat hij gewoon kon pakken. En Liam houdt hier altijd wel een beetje van deze soorten. Vind je lekker hè? Ja, lekker. Nee, dat gaan we niet doen. Een watermeloentje. Lekker hè? Nog een framboosje erbij. Het maakt hem niet uit of hij chipjes heeft, dit heeft, een stukje komkommer of wat dan ook. Maakt hem echt niks uit. Hij vindt het gewoon lekker. Dus hij krijgt van mij eigenlijk alles wel. Hij heeft altijd extra honger als hij naar school is geweest. Dat merk ik ook aan hem. Dus dan mag hij extra eten. Ben je wakker? Ja, ben je wakker? Kom maar gaan. Kom dan. We staan. Nou. Ja, daar ligt hier nog eentje te pitten. Maar hij is wel half wakker. Hij heeft last van zijn oor. Jordi, jongen. Wil je ook eens wakker worden? Hm? Hij vindt. Hij vindt. Heb je lekker geslapen? Hm? Heb je lekker geslapen? Och jongens, toch ook lekker geknuffeld door jou. Zit je graag met mama, hè? Hé! Hey. Ik ga hem gauw mee naar beneden brengen. Kindjes zijn aan het eten. We eten frietjes met frikandellen. Moet je frikandel? Alsjeblieft. Dus dat is hij lekker aan het eten. Sammy zit daar te eten. En Liam zit daar te eten. Dus prima toch. Niels die is later thuis. Dus Niels en ik eten later. En voor nu eerst de kindjes. Die wil niet slapen. Die andere twee zijn stil. Slapen. We hebben net gegeten en we gaan niet van Bill. Ik moet even rijmen. Nee. Oké. Okay. Nou, dat. Op zorg. We gaan niet van Bill. Oh. Dat ik even weet. Jordi wordt taak door Niels naar bed gebracht. Dan gaan we hier even opruimen. En ons eigen ding doen. Eventjes vanmorgen kleren klaarleggen, et cetera. Want Liam en Sam gaan naar schooltje toe. En dan gaan we het wel weer zien. Maar bij deze... Bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende. Tot de volgende keer.